Welkom bij editie 8 van het Natuurspreekuur Digitaal. Mijn naam is Bram Langeveld, ik ben de conservator van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. En we gaan ook deze maand weer allerlei natuurvondsten bespreken die jullie hebben ingestuurd via de e-mail en via Facebook. We hebben heel wat strandvondsten en dat verbaast mij niet, want in het najaar is er op het strand vaak meer te vinden. Na een goede storm spoelen er een hoop botten en schelpen en dergelijke aan. En dat zien we ook terug in de vondsten die ingestuurd worden. We beginnen met dit bot, gevonden door Niels op de Maasvlakte. En Niels die vond dit en die dacht meteen, ik heb een wervel te pakken. En hij dacht aan een van de voorste wervels in, in de wervelkolom. Het is inderdaad een wervel, maar hij zit juist wat lager in de wervelkolom. Het is namelijk een onderdeel van het heilige been. En het heilige been is een serie vergroeide wervels die laag in de wervelkolom zit. Hier kwam de rest van de wervels, dus richting de borst, richting de kop. En hier gaan we richting de staart. Nou heb ik hier eentje van een pony, een klein paard dus eigenlijk. En als we dan in dit aanzicht bekijken, eigenlijk van de voorzijde, dan zien we een aantal kenmerken die overeenkomen met de vondst van Niels. Namelijk zo'n plat wervellichaam, dat platte deel hier. Maar ook een aantal verschillen. Bijvoorbeeld aan de randen van de vondst van Niels zie ik dat het bot veel hoger oploopt dan bij het paard, waar dat heel vlak is. Dus een paard is het niet. Nou, toen ben ik gaan kijken naar andere soorten. En toen ben ik naar een ree gaan kijken, een heel klein hert. En daar zie ik diezelfde vorm van het wervellichaam, maar wel dat hele hoge links en rechts ervan. Dus ik kom tot de conclusie dat de vondst van Niels van een hert of een rund is. Eén van die twee. En dat onderscheid is heel erg lastig te maken. Het is in ieder geval geen ree, want de vondst is ruim 10 centimeter breed geweest. Dus het is een groot dier. Nou, van de Maasvlakte, donker verkleurd, dus dat is inmiddels duidelijk. Dat is een fossiel van 10.000 jaar of nog meer oud. Dus een leuke vondst. Nog een vondst van de Maasvlakte. Dit is gevonden door Naomi en Rosé. En die vonden dit en die dachten een stukje bot. Nou, dat blijkt nog leuker te zijn dan gewoon zomaar een stukje bot. Ik zie namelijk, met name hier op de doorsnede, dat het een aantal laagjes heeft, deze vondst. Een bot is eigenlijk nooit zo duidelijk gelaagd. En als we kijken naar de andere foto, dan zie ik dat het een beetje afgerond is. Het is wat afgesleten, de breukvlakken. Dus het is relatief zacht materiaal. Nou, en dat wijst eigenlijk meteen op slagtand. Nou heb ik hier weer een groot stuk van een slagtand van een wolharige man erbij gepakt. En als we dan kijken op de doorsnede, dan zien we dat die uit allemaal laagjes bestaat. Je ziet ook bij dit stuk dat deze laagjes een beetje los beginnen te raken. En dat is een groot probleem bij mammoetslagtanden. Al die individuele laagjes die gaan onder invloed van temperatuur en luchtvochtigheid bewegen eigenlijk. En die raken los. En daarom moet zo'n vondst geconserveerd worden in lijm. Dus dat is nog een klusje voor Naomi en Rosé. Maar dan, als ze dat goed doen, dus bijvoorbeeld een houtlijm nemen met wat water verdunnen, botje of een stukje ivoor erin gooien, even laten weken, er weer uitgaan en laten drogen, dan is die verstevigd en dan blijft die mooi heel. Dan gaan we door naar een andere mammoet. Van een heel klein stukje slagtand gaan we naar een bijna compleet opperarmbeen. Deze is door Menno gevonden en die vond hem in een vissershaven. En hier staat zijn schoen, dus we zien het is echt een groot bot. Die vroeg zich af, wat heb ik hier? Nou, zo'n groot bot, dat kan eigenlijk alleen maar een mammoet zijn. En in dit geval zie ik dat het opperarmbeen is van een wolharige mammoet. Het opperarmbeen is het bot wat hier zit, dus boven in de arm. En typisch bij een mammoet, en ik heb hier een opperarmbeen van een jonge olifant, dus geen mammoet, maar een nauwe verwant, zien we dat die bovenaan wat smal is en een richting, eigenlijk richting de elleboog, heel erg breed wordt. En dat hele brede uitlopen, dat zien we ook duidelijk op de foto van Menno. Dus op basis van die kenmerken, het formaat en de manier waarop het bot breder wordt, kom ik tot opperarmbeen van een wolharige mammoet. En dat is op zich wel leuk, want die dingen die worden vaker opgevist, maar meestal worden ze niet zomaar weer op het land neergegooid. Dus een topvondst eigenlijk, om dat zomaar te doen in een vissershaven. Dit is ook een opperarmbeen. Dit is het andere uiterste. Hier staat de schaal in centimeters. Dus dit opperarmbeentje is nauwelijks een centimeter groot. En het is eigenlijk helemaal compleet. Completer nog dan het opperarmbeen van een wolharige mammoet, wat meer dan een meter kan worden. Maar dit is een heel raar opperarmbeentje. Het is een heel compact, bijna een soort kruisje. We zien twee
stevige schachten eigenlijk lopen van bot. Hier heeft de elleboog gezeten en hier aan de andere zijde was richting de schouder. Dit is een heel vreemd opperarmbeentje. De meeste opperarmbenen zijn lang en een beetje slank, maar deze is heel compact. Dus dit dier heeft iets heel raars of iets heel typisch gedaan. Dit is namelijk het opperarmbeen van een mol, een gravend diertje. Nou heb ik hier uit de collectie een heel mooi preparaatje gehaald uit 1940, dus dit is al oud. En we zien hier de voorpootjes en de achterpootjes van een mol. En als we eerst kijken naar die achterpootjes, dan zien we eigenlijk dat dat er een beetje normaal uitziet. Een lang, dun dijbeentje en dan een scheenbeen en kuitbeentje, dus eigenlijk een normaal pootje. Kijken we naar die voorpoot van die mol, dan is dat heel raar. Hier hebben we dat opperarmbeen en hier ook dit compacte botje. Een heel lang dun schouderblad en dan de ellepijp en de spaakbeen, die zijn ook wat steviger dan normaal. En het heeft natuurlijk alles te maken met de leefwijze van de mol. En het is een dier wat graaft onder de grond, gangen graaft en daarmee een hele hoop kracht moet kunnen zetten met zijn voorpootjes, maar niet veel ruimte daarvoor heeft. Hij zit altijd in een smalle gang en probeert zo een beetje te graven. Dus op die manier een aantal interessante aanpassingen. Nou, die mol die is gevonden door Ronald en die vond hem op het strand. En dat is natuurlijk leuk, want mollen leven niet op het strand. Dus dit dingetje is ook fossiel, mooi verkleurd, 10.000, 20.000, 30.000 jaar oud of nog ouder. En die worden zelden op het strand gevonden, dit soort fossieltjes. Dus echt een topvondst. De volgende, daar heb ik twee foto's van. Die is gevonden door Gijs op Schorrel, ook op het strand. En die dacht, heb ik hier een stuk gewei te pakken? En dat klopt. Met name hier aan de binnenzijde, op dwarsdoorsnede, zien we dat het bot eigenlijk heel erg compact is. We zien dat er wel sponsbot in zit, maar dat sponsbot heeft hele kleine compacte gaatjes. En dat is een belangrijk kenmerk van gewei. Als we dan kijken naar een aantal andere kenmerken, dan zie ik met name op deze foto dat dit gewei één punt had naar buiten. En dan hier eigenlijk wat breder werd, een soort platte vorm kreeg. Dat noemen we een schoffelgewei. En elanden en dammerten zijn bekende soorten die zo'n schoffelgewei hebben. Die hebben een breed plat vlak in het gewei. Maar deze is erg groot, tientallen centimeters. Deze punt is ook heel erg lang geweest. En daarmee kom ik eigenlijk niet tot een dammert of een eland, maar tot een reuzenhert. Een uitgestorven beest uit de laatste ijstijd. En het strand van Schorrel, of eigenlijk alle Noord-Hollandse stranden, daar worden dit soort vondsten niet zo heel veel gedaan. Dat komt doordat de fossielhoudende lagen hier bij de Maasvlakte eigenlijk door het zand winnen, min of meer aan het oppervlak van de zeebodem liggen, die liggen in Noord-Holland dieper begraven. Dus voor zo'n noordelijke vondst, om het zo maar te noemen, is dit ook weer best bijzonder. Nou, dan komen we bij de enige niet-strandvondst uit dit natuurspreekuur digitaal. Deze is gevonden in een slagerij. Dat is weer een andere vindplaats. Peter heeft dit stuk al jaren in zijn collectie en hij vroeg zich af, wat voor soort is dit nou eigenlijk? Hij dacht aan een buffel. Nou, we zien duidelijk dat er twee horens zijn, met in het midden een stukje huid eroverheen. Het allereerste wat hier van belang is dat die horens heel erg glimmen, die zijn gepolijst. Want van nature glimmen horens niet zo heel erg. Die bestaan uit keratine, dat is een eiwit wat bijvoorbeeld ook in nagels zit. En natuurlijke hoorn glimt niet. Dus hier wel. Dus dat is iets om rekening mee te houden, want als het zo'n ding gepolijst is, betekent dat er kenmerken van het oppervlak verdwenen zijn en dat maakt het lastiger. Ook de manier waarop de hoorns gemonteerd zijn, hoeft niet hetzelfde te zijn als waarop ze ooit op het dier zaten. Deze zijn ooit losgemaakt en mooi neergelegd en zo vastgemaakt. Dus dat is ook een kenmerk waar ik niet naar kan kijken. Ik kan dus eigenlijk alleen maar kijken naar hoe de hoorn loopt. Dus ik zie dat hij een bocht maakt en dan weer een bocht maakt. Dus eigenlijk twee kanten op draait. Er zijn tientallen soorten dieren met hoorns. Bekend zijn natuurlijk de koeien, gewoon uit de wei. Maar er zijn ook andere dieren, zoals... Even kijken. Dit soort beesten, antilopen en gazellen, die hebben soms hele rechte hoorns. En soms hele gespiraalvormige gedraaide hoorns. Een beetje als een, als een veer bijna. En wat we hier zien bij deze, is dat dit oppervlak allerlei ribbels heeft. Dat is een belangrijk kenmerk. Maar als ik deze ga polijsten, dan verdwijnen die ribbels. Dus dat is wat ik bedoel met een gepolijste hoorn maakt het moeilijker. Nou, Peter dacht aan een buffelhoorn. Dus die heb ik er ook even bij gepakt. Ik heb hier de hoorn van een waterbuffel.
En we zien dat die op een aantal punten afwijkt. Ten eerste zit er één bocht in, maar niet nog een tweede bocht richting de punt. En dat is dus wat ik op de foto wel zie. En als ik kijk naar de vorm, met name als we zo naar binnen kijken, is die duidelijk niet rond, maar heel erg afgeplat. En dat geldt voor alle buffelhorens. Dus een buffel is het niet. Nou, toen ben ik natuurlijk verder gaan kijken, ik heb nog allerlei andere dieren bekeken en ik kwam uiteindelijk toch tot de conclusie dat ik deze combinatie van kenmerken, die dubbele draai, eigenlijk alleen maar zie bij de echte runderen, waaronder het huisrund. Dus ik vermoed dat we hier gewoon een mooi exemplaar hebben van een van de 150 rassen van het huisrund. Dan de laatste vondst, dat is deze. En die is ingestuurd door Nathalie en die heeft hem gevonden op het strand van Oostende. En Nathalie die vond dat bot en die zag dat het kapot was en dat het hier dus hol is. En die dacht, hé, ik heb een vogelbot gevonden, want vogelbotten zijn hol. Nou, het is inderdaad zo dat vogels een heel licht skelet hebben, allerlei luchtholten in hun botten hebben, want die moeten natuurlijk kunnen vliegen. En zoogdieren, die hebben dat niet, die hoeven niet te vliegen. Toch is dit een zoogdierbot en geen vogelbot, ondanks die holte die erin zit. Het is namelijk een heel veel gemaakte vergissing dat zoogdierbotten niet hol zijn. Dat wil zeggen, de lange botten, dus met name het oparmbeen of hier het spaakbeen, want dit is een spaakbeen, daar zit merg in, daar zit beenmerg in. En dat beenmerg zit in de zogenaamde beenmergholte. Als je een vers bot hebt en je zaagt dat door, dan zie je dat die holte dus gevuld is met beenmerg. Dus dan is het bot niet hol. Maar als een bot honderden of duizenden jaren in zee ligt, dan verdwijnt dat beenmerg. En dan blijft er een holte achter, de beenmergholte. En als een bot dan breekt, dan vind je een holbot, maar is het toch een zoogdier. Nou, ik ben hiernaar gaan kijken en ik heb vergeleken met allerlei soorten. En ik kwam uiteindelijk met een schaap tot de beste match, de beste overeenkomst. Ik heb hier het spaakbeen en daarachter, daarmee vergroeid, de ellepijp. Dit was de elleboog, dus dit puntje is dit puntje. En hier het spaakbeen van een schaap. Nou is dit een volwassen schaap en de vondst van Nathalie is van een jong dier. En dat zie ik weer op basis van eigenlijk het ontbreken van het gewrichtsvlak. We zien hier een soort bubbelige structuur, waarbij dus het gewrichtsvlakje ervan afgevallen is. Dat is een belangrijk kenmerk bij jonge zoogdieren die nog in de lengtegroei zijn. Dan is precies het grensvlak tussen gewricht, dus het uiteinde van het bot en de schacht van het bot, is kraakbeen. Daar vindt de lengtegroei plaats. Gaat zo'n dier dood en blijft het bot over, dan valt het vaak uit elkaar. Dat zien we ook bij deze olifant die we net al bekeken. Hier zien we weer dat rare bubbelige structuurtje. Dus de bovenkant van het opperarm van deze olifant is eraf gevallen. En dat klopt, want dit was een jonge olifant. Daarmee zijn we aan het eind gekomen van dit natuurspreekuur. Best wel een hoop vondsten dus. En het najaar moet nog echt beginnen. Dus ik verwacht bij volgende natuurspreekuur misschien nog wel veel meer strandvondsten. En als het een beetje flink gaat stormen en het wordt wat kouder, zitten daar misschien ook wel mooie schelpdieren en zeeegels bij die vers komen aanspoelen. Ik ben heel erg benieuwd en bedankt voor het kijken.